wie ben ik weer? Van het ziekenhuis gebeurde. Ja, jongens. Versleten heup, versleten knie. Maar de dokter zegt, oh, die gaat al jaren mee, die knie. Dat komt door die groen lipmozzel. Dan komt er weer een laagje op. Voor iedereen aan te raden. Ja, wat heb ik hier nou weer? Wat heb ik joker nou weer? Ik zeg, nou, zalmsalade. En rozenzalm. Gooi ik altijd een beetje tomatenketchup bij. En daar gaat bij wat Sanse mayonaise. En wat zuur. Ik heb al wat uitjes in de bak gedaan. Nou, dus dan gooi ik hier de mayonaise daar nog bij. En dan heb ik hier de eieren. Nou, die doe ik dan 3 keer koken. Laat ik hem 3 keer aan en uit. Dan heb ik een perfect eitje. En dan gooi ik erbij. Nou, inmiddels de Saanse mayonaise, want die vind ik het lekkerste erbij. En die gooi ik dan bij de uien erbij. Nou, en daarna ga ik de zuur snijden. Nou, de zuur inmiddels erbij gedaan. En dan komt straks de eieren erbij. En dan komt de aardappelpuree erbij. Ja, dat nu is alle jokie recept ook gewoon eens proberen. Nou, de eieren heb ik ook helemaal geplet. Die gaat er straks bij. Kijk, en die doe ik er los bij. Nou, van het overgebleven water, ja, dan ga ik aardappelpuree doen en dan ga ik er ook bij doen, maar we gaan eerst even de eieren doen. Nou, dan komt het er dan zo uit te zien, het zalmsalaatje. Nou, maar dat is lekker. Nou, en dan komt er natuurlijk nog aardappelpuree bij. Nou, dus die 2 eieren hebben we over. Het aardappelpapier hebben we er al 3. 89 cent. 1, 2, 3, 4 zakken. Maar hele grote natuurlijk. Dus dan ga ik er even wat in doen. Je ziet een half zakje, meer is genoeg. Nou, dan gooi ik er water bij. Nou, jullie zien het. Het is ook al klaar. Dan gooi ik erbij. En ja, weet je, dit is een basis. Maar je kan natuurlijk ook zeggen, ik doe groente en dit en dat nog eens erbij. Dan krijg je weer een heel uitgebreid slaatje. Maar dit is de pure. En zo kan je het ook doen. In plaats van met vis. Dan kan je het ook met vlees doen. Nou, zien jullie dat? Nou, dan doe ik er ook even bij. Nou, en dan gewoon even door elkaar heen doen, hè. Nou, jullie zien het. Oh, zo lekker, joh. Lekker, die roze kleur. Nou, die heb ik van vriendin gehad, lief, hè. Dus zit uien in. Zit aardappelpuree in. En suikerzuur. En wat mayonaise naar keuze. En dan gaan we de borden opmaken. Nou, dit is dan het resultaat van het slaatje. Ja, ik neem er 1 broodje bij. Rinus neemt er dan 2. Nou, wie ziet dat er niet appetijtelijk uit? Even een gouden trip. Als jullie ei kookt in het waterkoker, een beetje zout erbij voegen, want dan gaan de eieren niet openbreken. Dus zodra het kookt, doe hem uit, wacht je even en dan zet je hem weer aan. En dat herhaal je maar 2 keer en dan heb je een perfect eitje. Dus zien jullie. Bon appetit. Eet smakelijk van Rinus, maar zeker ook van mij.